De pompstations van Roy Boudou Enterprises zullen de komende dagen mogelijk eerder sluiten vanwege rantsoenering van brandstof. Er zal dus een beperkte hoeveelheid aan brandstof worden geleverd voor de verschillende retailers. Roy Boudou, directeur-eigenaar van de pompstation, zegt tegenover onze redactie dat vanwege de verlaten aanvoer van het schip en ook het beschikbaar krijgen van dollars vanuit het ministerie van Financiën en Planning, ze niet in staat zijn om op tijd brandstof te bestellen om al hun retailers te kunnen voorzien van voldoende brandstof. Mark Goede, general manager van Sol Suriname, gaf aan dat de Sol en Shell maatschappijen al maanden aan het rantsoeneren zijn. Ook de Sol heeft te kampen met de beschikbaarheid over voldoende US dollars, waardoor ze hun brandstof niet in voldoende mate kunnen aankopen. Sol en Shell proberen ervoor te zorgen dat de pompstations de samenleving toch nog kunnen voorzien van brandstof, maar in een beperkte mate. Door dit probleem hebben de pompstations aangepaste openingstijden en zijn op de zondag gesloten, zegt Goede.